Hoe ik werk. Steeds met de gedachte dat het allemaal kwatsch is wat we maken. Piet Zwart is een self-made man. Hij baant zich een eigen pad binnen het vormgeven van de 20e eeuw. Hij noemt zichzelf typotect, typograaf en architect. Hij was wel overtuigd van de ernst van de dingen waarmee hij bezig was. Hij is eigenzinnig en veelzijdig. Hij vond het erg belangrijk dat een arbeider op een mooie stoel zat. Functionaliteit staat voorop. Goed vormgegeven industriële producten die voor een grote massa bereikbaar zijn. Hij voelde zich erg in thuis. Hij zou zich absoluut niet hebben thuisgevoeld in wat ze tegenwoordig design noemen. Toen ik dat dynamische werk van Piet Zwart zat, wat ook niet recht stond, dat stond scheef. Dat was dynamisch. In de eerste plaats was het een schok omdat het zo anders was dan ons geleerd werd. Piet Zwart grijpt elke mogelijkheid aan om bestaande producten te verbeteren. Van glasservies en postzegel tot orgelbouw. Van fietsenrek tot keuken. De keuken als rationele werkplaats voor de huisvrouw. Het efficiënt doen plaatsvinden van het huishouden. Ja, dat had Zwart ook bestudeerd. Dat zit zo heel erg in zijn geest van rationaliteit, efficiency. En hoe los je dat op? Piet was een goudmijn aan informatie, aan interessante dingen. Er was natuurlijk vanaf 1900, zeg maar, de hele kunst en ontwerpwereld en de architectuur had meegemaakt. Internationaal geniet hij de reputatie van icoon van de innovatie. Moet je nagaan, die man die heeft alles meegemaakt. De eerste auto's, de eerste vliegtuigen. Dus die techniek, daarin was hij razend geïnteresseerd. Tijdens zijn leven wordt industriële vormgeving een erkend vak. Piet Zwart is motor, promotor en vernieuwer. Een van de pioneers van modern design. In dat opzicht heb ik me niet in een hokje gedrukt. Ik heb gewoon spontaan de dingen gemaakt. Gewoon maar zo gemaakt.